Will help for my friends, de live versie. Bij mij aangeschoven inmiddels collega Herman Woudenberg. En ik sprak net natuurlijk met collega Jan Kort. Die was natuurlijk heel erg positief over het hele gebeuren rondom de Giro. Maar Herman, jij hebt een kritische kanttekening. Ja, kritisch. Tenminste, we stonden nog even na te praten, zeg maar, naar die bijeenkomst, zeg maar, in de burgerzaal. Ja. En daar hadden we meerdere mensen over van... Ja, de leader, die schijnt dan nu definitief te zijn. Die vertoond werd aan het begin. Van over de Giro. En daar kwam Apeldoorn heel bekaard af. Qua beelden en alles. Er was een stevig stukje muziek. Je zag wel beelden van Arnhem, de John Frostbrug. Mm-hmm. Nog wat over Burgersoe, wat over Nijmegen en dergelijke. En op een gegeven moment, volgens mij maar een paar seconden, zeg je iets over de tuinen van Paleis het Loo. Zo. Maar... de gemeente Apeldoorn als geheel om zich dan met zo'n evenement, omdat Jan er ook aangaf, zoveel miljoenen zijn er die ernaar kijken. Verderop natuurlijk tijdens het parcours zie je dan wel mensen omgeven van Apeldoorn. Ja. Maar tenminste bij zo'n leader, wat dan veel impact gelijk aan het begin moet hebben, denk ik, het is heel weinig wat er aan Apeldoorn gebracht wordt in zo'n leader. Ja. Dus dat is eigenlijk de kanttekening, zeg maar. Precies. Goed, nou ja, daar is weinig meer aan te doen, vrees ik. Maar, er zijn nog 3 maanden, dus ze zeggen wel definitief. Maar misschien aan de hand van een drukmiddel of pushen. Ja, ik noem maar iets. Ze zijn altijd... Dus, goed, jij zat ook nog bij de raadsvergadering vanavond. Ja. Wat heb jij gevolgd? Vanaf de actualiteitsvragen, er waren een drietal, de A en de NB, die gaan dan over de maatschappelijke onrust. En dan gaat dan met name over de uitspraak van Mark Rutte. En daar is door de burgemeester heigerig, vond dat heigerig gedrag. En daar gaat Daniel van Harmelen, ik hoop dat hij het redt, zo kwart voor tien, 10 voor 10 over hebben. Maar... het punt waar ik dan bij geweest ben, gaat dan namelijk over wat door het CDA ingebracht is in zaken de onnodige kosten die gemoeid zijn. Er schijnen heel wat rekeningen verstuurd te zijn. 45 cent dat er betaald moet worden. En uiteindelijk, wat het CDA dan bekeken heeft, is dat qua kosten zijn daar €17 mee gemoeid. Ja, precies. En volgens de wethouder is dat dan niet helemaal het geval. Het zou dan een bedrag van €10 zijn. En met name, wat dan ook van belang is, gaf wethouder Siso aan, dat qua juridisch, dat het echt noodzakelijk is dat soort dingen te vertellen te versturen. Omdat er contracten aan de grondslag liggen. Dus dat is... vaak ook het probleem. Maar die 45 centen, daar was hij wel voor te vinden om dat te laten vervallen. Oh, okay. Alle kosten bij elkaar, zeg maar dan, dat weegt niet tegen elkaar op. Nee. Bijkomend probleem, het probleem is eigenlijk dat de wisseling met belastingen van de gemeente Apeldoorn, dat het nu overgegaan is naar tribuut van gemeente. Mm-hmm. En bepaalde dingen heeft de gemeente nog even zelf aangehouden om daar die belasting te versturen naar die mensen. En wat ik uit de kranten zo gelezen heb, zijn het mensen uit aan de jachtlaan met recht van overpad, wat dan maar 45 cent kost. Dan denk ik van ja, schrappen die hap en ook niet meer af. En ook niet meer afkopen, wat dan ook in eerste instantie de bedoeling was. Okay. Dus dat is eigenlijk dat ze dat willen laten vervallen. Daarna was de punt 4 over de structuurvisie van Uddel. Daar is dan een herziening aanpassing van die structuurvisie. En daar waren de Partij voor de Dieren, de CDA en de GroenLinks, die waren daarop tegen. En dan ging het met name over het inkaderen van bepaalde groene gedeelten om dat ook te kunnen bebouwen. En daar kun je iets bij voorstellen, GroenLinks, Partij voor de Dieren, dat soort partijen, CDA, die daarop tegen waren. Andere was de bestemmingsplan van de Kuiltjesweg. Dat, moet ik even goed nadenken, was dan invulling van woningbouw. En daar had de lokaal Apeldoorn dan alleen wat op- en aanmerkingen over van de bestemmingsplan, hoe dat precies dan ingepast moet gaan worden. Ja. Dat was voorlopig... Oh nee, het andere punt was ook nog wel...
leuk op zich, de voormalige TNO-locatie. Ja. Aan de Arnhemse Weghoek, Laan van... Malkschoten? Laan van Westening, volgens mij. Oh, ja. Nou, in ieder geval daar willen ze dan nieuwbouw plegen. Ja. En daar willen ze dan ook grindbermen maken. En daar was veel mensen die waren daarop tegen. Want de mobiliteit die gaat dan de kosten van mensen. Ja, stel dat die komen te wonen. Rollator, andere mensen. Dat dat met grindbermen natuurlijk niet gaat werken. En dan willen ze een aanpassing dat het geen beperking moet hebben voor de mobiliteit in zijn geheel. En ja, dat kan zo met de fiets zijn. Zoals wel lopen, mensen die moeilijk te been zijn. Om dat aan te passen. En een ander was een abonnement. De eerste wat ik daarnet over had was mooi en praktisch. En de ander ging over Hier komt de Sun, werd dat zo mooi genoemd. Mm-hmm. Door GroenLinks. En dat gaat over min of meer het toch verplicht, tussen aanleidingstekens, het gebruik van zonnepanelen. Okay. Omdat echt nadrukkelijk dat het wel noodzakelijk is. En men wilde toch niet zo nadrukkelijk stellen dat men zonnepanelen, dat het verplicht moet. Er moet wel een zekere vrijheid zijn. Of iemand wil men dat op het dak of op de schuur of op een andere locatie. Of niet? Of is dat geen optie? Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Okay. Dat helemaal. Maar niet echt dat het een verplichting is. Nee. We moeten zelfs al de keus. En ja, sowieso moet dat natuurlijk ook nodige opbrengsten hebben. Maar dat het op de goede Zuidwesthoek, of in ieder geval de goede hoek ligt. Dat is zoveel beetje mogelijk. Goed in de zon. Dat er ook de nodige opbrengsten heeft. Alles bij elkaar. Nou, helemaal goed. Dat was het voor nu, denk ik. Hè? We wachten even af of Daniel van Harmelen het gaat redden met zijn opname op tijd hier te zijn. Tot die tijd even.